mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we het weer hebben over een toekomstplan van een pretpark. Voor wie de video van Walibi Holland nog niet heeft gezien van de mogelijke freefall die daar gaat komen, bekijk die video dan zeker. Maar vandaag gaan we het weer over zo'n onderwerp hebben, maar dit keer in Europa Park. Europa Park heeft namelijk interesse in een nieuwe achtbaan. Een achtbaan die we allemaal wel kennen, als bijvoorbeeld Lost Gravity in Walibi Holland. Een MACKrides BigDipper. Europa Park wil dus ook zo'n achtbaan bouwen. Tegenwoordig zijn er nog niet zoveel gebouwd, eigenlijk enkel Walibi Holland heeft er een, de Lost Gravity. En Freizeitpark Plohn heeft er een, de Dynamite. Maar misschien en waarschijnlijk zal er binnen een jaar of twee worden gesproken over 2023. Dan zou er dus ook een BigDipper in Europa Park staan. Het is geen keuze waarvan gestoemd staat. Natuurlijk BigDipper, MACKrides attractie. Dus die zal ook wel heel schoon staan in Europa Park. Maar ondanks het eenzelfde type achtbaan gaan zijn als die van Walibi Holland en Freizeitpark Plohn, zal deze toch een doorontwikkelde versie worden. Deze zal namelijk een lancering hebben. Daar hebben de andere twee niet. Maar net als de andere twee zal het dus gesproken worden van een topsnelheid van 80 km per uur. Dezelfde type treinen uiteraard, twee rijen, waar telkens vier mensen even een plek kunnen nemen. En natuurlijk ook heupbeugels. Als locatie gaat het hem waarschijnlijk komen ten noorden van de grote rotonde, gelegen aan de rand van het park. Het is daar in de buurt van het themagebied Griekenland. Op die plek vindt normaal in het najaar altijd het horror event Traumatica plaats. De achtbaan zal ook inversies kennen, dus dan zal Blue Fire niet langer de enige achtbaan van het park zijn die over kop gaat. Maar er wordt wel gezegd dat de Big Dipper niet zal toppen aan Blue Fire. Kan misschien kloppen, want ik vind Lost Gravity niet zo goed als Blue Fire. Ik persoonlijk. Maar het zal in ieder geval wel een topachtbaan zijn. Het bestemmingsplan zal wel gewijzigd moeten worden, willen ze de achtbaan op die plaats bouwen. Want het project wordt op de voet gevolgd door kritische politici en buurtbewoners, die weer schrik hebben voor geluidsoverlast. Attractiebouwer MACKrides is natuurlijk ook eigendom van de familie Mack, de eigenaars van Europa Park. Maar verder is er eigenlijk nog niks duidelijk. Het is een idee dat nog maar juist is aangekondigd. Dus we weten enkel dat er waarschijnlijk dat soort type achtbaan zal komen. Met lancering, dus wat andere twee niet hebben. Maar het is nog niet zeker welk thema het gaat krijgen. En of het gaat komen in een nieuw themagebied, of dat ze een bestaand themagebied gaan uitbreiden met deze achtbaan. Dat is allemaal nog niet zeker. Maar daar zal binnenkort wel verandering in komen. En als dat zo is, dan mogen jullie een nieuwe video verwachten over deze achtbaan. Maar voor nu was dit weer de video, een korte video. Want er is eigenlijk gewoon helemaal niks te zeggen nog nu. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dus like en abonneer. En hou vooral het kanaal in de oog. Want wanneer er meer nieuws is over deze achtbaan, maak ik een nieuwe video. Dus tot dan. Ciao.